A, omdat het natuurlijk een zeer zwaar misdrijf is waarvan onze cliënt wordt verdacht. Het kan eigenlijk niet erger. En B, omdat het zo lang heeft geduurd en eigenlijk nooit uit de belangstelling van het publiek is verdwenen. En C, omdat er heel erg op ons wordt gelet vanuit allerlei hoeken op hoe je dat doet. Dus we moeten daar buitengewoon voorzichtig mee zijn en dat zijn we ook. Wat vindt u er eigenlijk van? Dat je zo voorzichtig moet zijn, ja, dat hoort er tegenwoordig bij. Dat, maar dat er zo op u gelet wordt bijvoorbeeld? Ja, dat is, wat dat betreft is het beroep enorm aan verandering onderhevig. Dat was vroeger een stuk minder, maar nu is het de realiteit, dus je hebt je daar maar mee te redden. Wat is het verschil dat deze zaak in Friesland speelt met andere zaken die u ook heeft gedaan? Nou, op zich, kijk, formeel juridisch natuurlijk helemaal niet, of qua opsporing of wat. Maar het is wel zo, er hangt echt een typisch Friese sfeer om deze zaak. Hè. Een verdachte is een Friese boer, het slachtoffer een Fries meisje. Je merkt toch wel, ik merk eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat Friesland toch niet helemaal onderdeel van Nederland is. Dat er toch wel echt een aparte cultuur is. En wat betekent dat voor de aanpak op uw kantoor bijvoorbeeld? Nou, op ons kantoor merken we daar niet heel veel van, maar bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, die doen bijvoorbeeld alles in het Fries. Dat is een Friese officier van justitie met Friese rechercheurs, dat is allemaal Fries. Gelukkig heeft ons kantoor heb ik een Friese kantoorgenoot die geboren en getogen is in Leeuwarden. Dus mocht het noodzakelijk zijn, dat is niet direct zo omdat onze cliënt uitstekend Nederlands spreekt, maar mocht het noodzakelijk zijn, dan hebben we dat gelukkig in huis. Maar er is gesproken over een talk die werd ingesteld. Was dat waar? Ja, dat was waar, maar dat was niet op het verzoek van ons of van onze cliënt. Die zat er gewoon, ja, de rechtbank had dat geregeld. Ik geloof dat de rechtercommissaris een Groninger is. Dus voor het geval dat zat die tolk er, maar dat was niet op ons verzoek. Want nogmaals, als dat nodig was geweest, dan had mijn kantoorgenoot Huisman die voorgeleiding wel gedaan. En in principe betekent dat ook dat wat u betreft die tolk niet weer ingezet wordt? Die tolk is niet gebruikt. Onze cliënt, nogmaals, die spreekt uitstekend Nederlands, dus dat is geen enkel probleem. Hoe gaat het eigenlijk met uw cliënt? Ja, ik zeg tegen iedereen hetzelfde, na omstandigheden redelijk. Ik zeg daar niet al te veel over. Hij wordt verdacht van een zeer zwaar feit. Het zit in alle beperkingen. U kunt zichzelf wel een voorstelling maken hoe dat is. Misschien hoef je geen medelijden te hebben met de verdachte. Maar goed, hij is nog verdachte, niet veroordeeld. Dan zou je toch kunnen zeggen, een boer die normaal gesproken 18 uren per dag buiten was, zit nu in de cel. U kunt het zich goed voorstellen, ja. Dat is wel ongeveer, dat geeft wel ongeveer weer hoe dat is. Dat valt niet mee. Hij mag alleen met de politie spreken en met u. Stel nou dat de familie toch iets aan hem door wil geven. Mag dat en kan dat dan via u? Nee, absoluut niet. Sterker nog, dan maak ik mezelf ook schuldig aan een strafbaar feit. Dat krijg ik echt de grootst mogelijke problemen. Dus dat zou ik zeker niet doen. Het geldt ook omgekeerd. Dus niet van de familie naar hem, maar ook niet van hem naar de familie. Ook niet indirect, ook niet als familie van een verdachte zegt van nou, wil je de planten water geven? Dat geef ik ook niet door. Dat kunnen allemaal codes zijn. Mensen worden tegenwoordig steeds vaker afgeluisterd, dus wij zijn daar zeer voorzichtig mee. Dus dat betekent dat u helemaal geen contact heeft ook met de familie van de verdachte? Over huishoudelijke zaken is dat wel voorgekomen, maar daar ben je zeer, zeer voorzichtig in die contacten. Ja, het lijkt me voor de familie dus heel moeilijk, maar u heeft daar geen contact mee. U spreekt ze niet dagelijks, bij wijze van spreken. Ik zeg daar ook verder niks over. De cliënt zit in beperking. U mag er dus heel erg weinig over zeggen. Mm-hmm. Dat betekent tegelijkertijd toch een soort achterstand, want er zijn volop geruchten en zo. Ja. Wat merkt u daarvan? Nou, kijk, wij staan altijd op achterstand. Iemand wordt gearresteerd en dan heeft het Openbaar Ministerie al voldoende, voor zichzelf in ieder geval, voldoende redelijk vermoeden van schuld. Wij krijgen de eerste periode helemaal niks. We krijgen geen dossier, de eerste 3 dagen helemaal niks. Dan krijg je bij de rechtercommissaris een dossiertje. Dat was ook in deze zaak buitengewoon mager. Dus je hebt een enorme kennisachterstand. Het was eigenlijk, ik denk de eerste 14 dagen dat onze cliënt vastzat, weet je nauwelijks meer dan wat er op de persconferentie is gezegd. En inmiddels, wat heeft u inmiddels? Iets meer. Een flink dossier? Iets meer. Met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en dat soort dingen? Iets meer. U mag daar niks over zeggen? Ik zeg daar verder niks over, nee. Dat zou het proces kunnen schaden? Nou, dat zou het proces kunnen schaden. Het zou ook, ik wil niet het risico lopen dat iemand later zegt van je had dat niet mogen zeggen.
Want dat, uiteindelijk komt dat soort kritiek op ons, op het bordje van onze cliënt. En dat hij moet gewoon de best mogelijke bijstand hebben. U heeft eerder ook gezegd, je kunt het als advocaat in deze zaak eigenlijk nooit goed doen. Wat merkt u daarvan? Nou, wat je ervan merkt, dat is als er geen nieuws is, dan gaan mensen jou tot nieuws bombarderen. Nou, daar hou ik niet zo van. Maar ja, goed, ook dat, daar red je je dan maar mee. En er zijn altijd mensen die... Iedere snipper die je laat vallen, die wordt door een hongerige meute uiteengetrokken. En dus het is nog meer oppassen dan anders. De aandacht is gewoon gigantisch. Het land is groot, er wonen 16 miljoen mensen. Het is al heel snel dat iemand zich ergert. In dit land ergert iedereen zich allicht ergens aan. Vindt u dat erg? Voor mezelf niet, maar ik zou het vervelend vinden als dat, wat ik zei, op het bordje van de klant terechtkomt. Want het gaat om hem, niet om mij.